Het oranje gevoel wordt met de dag groter en het begint zo langzamerhand ook echt te leven bij de Groningers. Zo wordt er door de lokale ondernemers, basisscholen en cafés van alles gedaan om de kroning van Willem-Alexander tot een onvergetelijk feest te maken. Iedereen probeert op zijn eigen manier een bijdrage te leveren aan de feestsfeer. Zo wordt er bijvoorbeeld bij bakker Meindertsma van alles gebakken, ook in het oranje. De tompoes is een specialiteit en deze is dan ook in veel varianten te krijgen. We hebben de taart en de slagroomuitvoering en de crème-uitvoering en een schuimcreatie. En het gebak wordt allemaal bekleed met vlaggetjes en oranje confetti en dan op suikergebied natuurlijk. Ook de binnenstad bereidt zich voorzichtig voor op de aankomende festiviteiten. Zo heeft Soestdijk, niet het paleis maar het café, de versieringen al volop hangen. Elke dag komt er wat bij. Buiten dat we altijd feest hebben op Koninginnedag, doen we nu wat extra's. Zijn we wat eerder begonnen. En de aankleding, zoals je ziet op de gevel, wat extra en wat chiquer. Maar verder hebben we natuurlijk met de dagen zelf een groot podium buiten staan, buitenbarren en heel veel gezellige muziek en live acts. Los van alle lokale ondernemers wordt er ook op basisscholen volop aandacht besteed aan de troonswisseling. Kinderen in deze leeftijdscategorie kennen Willem-Alexander natuurlijk nog niet zo heel goed. Voordat je koning bent, moet je nog een eed afleggen. En daarom wordt op de Michaëlschool spelenderwijs kennis gemaakt met onze aanstaande koning. Nou, nu ben ik vliegtuigen aan het maken met de... En als je ze klaar hebt, mag je ze proberen zo ver mogelijk te gooien. Wij gaan door middel van de spelletjes het leven van Willem-Alexander uitbeelden. Dus in groep 1 wordt Willem-Alexander geboren. Dus we hebben een spelletje dat de kinderen een babypop moeten aankleden. Dan gaan ze de hele school door. Dus groep 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En uiteindelijk worden ze in groep 8 gekroond. De dag begint helemaal te leven. En we kunnen nu al vertellen dat het een groot succes gaat worden. Zelfs het haar van de oogverslaggeefster kleurt er oranje van.